binnen. Ik heb gezegd, als ik uit Utopia ga, wil ik Utopia uitgaan als een sterke vrouw. Buiten was ik geen sterke vrouw, maar hier ben ik een sterke vrouw geworden. Vorige week heb ik 3 stemmen op jou gegeven, Jess. Vandaag geef ik je weer 3 stemmen. Ja. Dat is er allemaal vanaf. Ja? Ja, mag mij niet, hè. Vorige week heb ik gestemd. Ik kwam binnen. Ik heb gezegd, als ik uit Utopia ga, wil ik Utopia uitgaan als een sterke vrouw. Buiten was ik geen sterke vrouw, maar hier ben ik een sterke vrouw geworden. Vorige week heb ik 3 stemmen op jou gegeven, Jess. Vandaag geef ik je weer 3 stemmen. Wow. Waarom geef ik jou 3 stemmen? Ik heb je gezegd, als er wordt gestemd, pak het niet persoonlijk op. Ik heb gewoon ik heb één droom, en dat is gewoon mijn droom met mijn moedertje op vakantie te gaan. Je komt razend de silo binnen. Je hebt me echt, ik weet niet wat je me hebt uitgegeven. Je was boos, je was woest. Onterecht. Terecht krijg je van mij 3 stemmen. Ik vind je nog steeds een topper. Maar echt, wat je hebt gedaan, geen woorden voor je. Jezus. Sorry, 3 stemmen voor jou. Ja, dit hoorden ze pas ook al. Dit hebben ze vandaag geïsoleerd. Ja, nu krijg ik ze van deze. Jammer hoor. Jezus, maf gebeurtenis dit, zeg. Alleen van Lex. Ja, ik ga naar huis! Nee, ho. Ach, gos. Kom maar, man. Ach, gos. Was wel raar, hè? Zo. Ja? Oh, dank je. Ja? Voor het presenteren was ik niet zenuwachtig, maar mijn stemmen daarna, dat, god, kwam niet uit mijn woorden. Zo, jongen. Ja? Ze ging gewoon klappen bij Lex en niet zo. Normaal. Niet normaal, jongen. Ik ja? Wist niet wat me overkwam. Nee? Ik heb echt totaal ook geen zin in mensen nu allemaal. Nou, ik vind dit dus ook heel heftig, hoor. Dan moet je weer leuk gaan doen. Zo, what the fuck, joh? Wat? Ja? Ik gewoon een groepje van 10, 15 mensen die gewoon heel hard begonnen te schreeuwen of zo. Zo. Bizar. Niet normaal. Echt? Nee. En ik vond ze nog wel vrij rustig blijven, die mensen, hoor. Ja. Hè? Dat is raar, hè? Ik keek ook gewoon niemand aan. Ik keek naar jou dat ik stond te stemmen. Oh, echt? Ja, oh, ik denk, ik focus me alleen maar op Merel, dacht ik. Ja, ik had zo'n verhaal klaar, jongens. Echt. Ik wilde van alles zeggen, ik kwam er niet uit. Nee. Ik denk, ik focus me alleen maar op jou, dacht ik, nee, dat nee, ik daar stond. Ik vond echt, al die mensen die stonden te kijken, jongen. Dat is... Ik vond dit ook heftig, hoor. Met het publiek. Ja. Vind je niet? Ja, ik ben vooral nu heel benieuwd, als je nu weer door die menigte heen gaat lopen. Ik heb er echt wat dan ook. Ik denk dat bijvoorbeeld Lex heel veel steun gaat krijgen van dat soort dingen. Dat is heel apart. Het is echt heel apart, dit. Ja. En dan... We hebben gewoon gestemd met publiek erbij. Ja. En we zijn een reality, hè? Programma, dus ja. Ja. Ja, maar ik weet niet. Ik vind dit wel, heftig, hoor. Met allemaal mensen daarbuiten weer omheen. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen. Ik dacht, ik ga 3 dingen zeggen. Normaal gesproken wordt alles van ons afgeschermd. Alles. Ja, alles. Ja. En nu is gewoon de publieke opinie, die hoor je gewoon. Ja. Die hoor je gewoon. Ja. En ongeacht of je hem niet wil horen, je hoort hem. Ja. Je kan je eigen conclusies eruit trekken. En hoe je het ook doet, of went of verkeerd, het is zo. En, ja. Is het dan het triest hem op jou geven? Ja, nee, was te verwachten naar de vorige keer. Ik was ook echt heel boos geworden, hè? Ik was echt heel boos voor ze. Maar weet je wat het is? Ik vond het ook gewoon oneerlijk. En als je het dan uitlegt en je hebt hele sterke argumenten. Maar ik vind gewoon, voor alles wat ik hier heb gedaan, vind ik dat je het niet kan maken om op mij te stemmen. En dan ga je dat uitleggen tijdens stemming en dan kom ik later binnen. En dan neem je je woorden terug en dan zeg je tegen me... wat zei ze ook alweer? Ja, maar ik wist wel dat je niet op de bank ging komen. Ja, nee, maar dat gaan we niet doen. Je wees gewoon eerlijk, jongen. Als je een hekel aan me hebt, zeg je dat gewoon, maar dan wees je gewoon eerlijk. Ja. Toch? Dan kan ik het wel hebben, maar je moet niet op je woorden terug gaan komen, maar je moet wel dingen zeggen die waar zijn. Zoals nu, dan stem ik tactisch en dan zeg ik het wel. Snap je? Ik heb het van tevoren gevraagd aan Milena en dan hoor je het gewoon te zeggen. Cool, leren ze. Ja.
Vond niet netjes wat ze deed. Ja, schandalig. Oh, leuk. Ja, maar weet je leuk. Wat het is? Als ze het vorige keer nou... Ik was ook echt heel boos, hè. Misschien wel te boos. Maar ik vind het gewoon ook onterecht. En dat vond ik vorige week ook. En als je het dan hard probeert te maken tijdens stemming... en later ga ik naar je toe en je zegt... ja, maar je kreeg er 3, want je zou toch niet op de bank komen. Dan sta je weer niet achter je woorden. Of je zegt gewoon dat je mijn eikel vindt en waarom. En dan geef je 3 stemmen, daar hou je je dan aan vast. Of je zegt gewoon, je komt niet op de bank en daarom krijg je 3 stemmen. En er is geen middenweg. Ja. Nee, dat was niet netjes. Nee. Ach ja, Celia, ze gaat morgen naar huis. Dus, yes. Celia heeft geen tijd om nu digitale foto's te gaan maken. Hoe gaan we dat dan oplossen? Iemand anders. Er waren net zoveel mensen aan het juichen dat ik me nu afvraag wie hier allemaal nog meer een hekel aan me hebben. Lekker belangrijk. Nee. Hey. Ja, hè? Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hey, maar had jij dat trouwens verwacht dat Lex opnieuw 3 op jou zou gaan? Ik denk het wel. Ga je meer gewoon om te laten zien dat ze achter de mening staat. Maar er is ook voor het eerst keer op teruggekomen. Hoi! Oh, ja. Stoer. Ja, wij ook. En je... Ja, man. Oh, jezus, het is schimmelrot elke keer. Dat had ik ook getild. Ja, en ik had echt zoiets van, ik ga gewoon weer iets doen, weet je wel. Want ja, hoe hij gewoon tegen mij tekeer ging, weet je, de laatste keer. Dat pik ik gewoon, ik pik dat gewoon niet. Weet je, en hij probeert zich altijd zelf weer in te dekken, die gozer. Dus ik was gewoon even klaar mee. Weet je, normaal gesproken stond ik echt zo te trillen. Maar bij mij komt altijd eerst emotie eruit. Weet je wel, het is een beetje adrenaline. Je bent ook een beetje zenuwachtig. Ja, ik denk van, fuck it, 3 op jou. Hey, maar het applaus wat je kreeg na je zegje was mooi, hè? Mooi, hè? Die kan je in je zak steken. Hè? Ja, hij weet dat hij het voelt. Maar weet je het gewoon niet? Hij denkt dat hij al nummer 1 is met zijn trofeetje maken. En dit dan nog lekker. Hij gaat zeker niet winnen. Nee, nee. Ik hoorde het gisteren ook al van mensen die kwamen naar me toe. Die zeiden van, hij is zo onpopulair. Weet je wel, en dat vind ik alleen maar. En Merel ook. Nou, heb ik goed. Ja. Dus ik hoop echt mijn top 3 is Hiske, Brendan en Gerrit. Dat zijn gewoon mijn nummer 3 en ik hoop echt dat ze winnen. Gerrit is puur. Maar Hiske ook hoor. Vergis je niet in Hiske, dat is ook echt een topvrouwtje hoor. Ja, dat is sowieso. Ja, ik word gevaarlijk, dus ik moet eruit. Maar dat geeft niet. Huh? Hij heeft veel plezier nog. Ja, Geer, neem maar lekker biertje. Ja, doe ik zo even. Neem ik een lekker biertje? Ik heb al 2 wijntjes gehad. Oh, dus ik heb maar zacht. Ik had niet verwacht te gaan. Oh ja, dat heeft hij vaker. Ik moet even iemand een knuffel. Komt goed. Yes. Waarom ben je zo ondaan, schat? Komt later wel. Komt later. Zeker? Ja? Tuurlijk. Wil je me dan even apart nemen? Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het niet zo heel chill met één. Nee, maar dat luisteren, dat maakt niet uit. Je bent ook een man, je hebt ook een emotie. Mag je tonen, kom op. Tuurlijk, zeg. Maar ik hoef dat niet voor een heel publiek te doen. Nou, en dat heb je net zien iedereen. Hier, kijk. Nee, ja, dat weet ik wel. Maar ik hoef dat niet alle live te doen. Daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Ik wil gewoon dat je, als je ergens een stichtje naar me toe kan komen. Tuurlijk, en dat komt ook wel. Maar ik moet even alles even laten bezinken. En daar doe ik dat ook even niet. Het geeft allemaal niets, schat. Het geeft allemaal niets. Dus ja... Komt later wel, ja? Zo, kom je naar me toe aan, ja? Ja? Oh, zie je wel. Ik was er al bang van, jou. Ja. Toen begon ze weer zo'n verhaal te vertellen en zo. En dat vonden een aantal mensen leuk. Begonnen ze helemaal te juichen en zo. Het was net alsof je in een stadion was. Ja. Dat was wel... Dan komt hij binnen. Ja. Ja, dat komt binnen, ja. Ja. Ik bedoel, het boeit me niet voor de rest, hoor. Het is meer gewoon de hele setting. En ik bedoel, ik weet van wie ik ze krijg. Ja. En, van de persoon die nou als eerste kwam. Ja. 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 Ja, ik wel. Ja, tuurlijk. Ja.